Dames en heren, jongens en meisjes, de bank zitten slaan weer toe met een geweldig origineel idee. Dit is super corona-privaat, vorige week nog corona en zien wij hier zitten. Ja, we zijn, daar ben ik nu juist in nu. Mensen, vandaag, je ziet het aan de titel, we gaan iets helemaal concept uitmelken. We gaan naar McDrive en bestellen wat die Mogol voor ons heeft gegeten. Weet je niet of het een Mogol is? Doe eens even een duidelijke uitleg. Mensen, we gaan zometeen in een drive-thru van een of andere fastfoodketen. Mackie, KFC of een andere teringzooi. Burger King. En als, ja, die is er ook nog. We hebben met ze samengewerkt. We willen Mackie meer campagnes. Mackie is trouwens wel echt top. Ja. Mackie is echt gezond. En Burger King? Burger King nog niet, maar ze zouden top kunnen worden als ze meer geld gaven. Ja. Dan rijden we die drive in en zeggen we, we willen de bestelling als wat de vorige persoon ook had. En dat kan dus alles zijn. Maar wie mag het dan eten? Nou, daar gaan we zo meteen achterkomen. Dan moeten we het Rad van Fortuin. Je moet het wel opeten. Als je het niet opeet, lig je uit de auto. Stel dat daar even bij die KFC's om de 17 buckets uitkomen. Jij kan dat ook. Ik heb daar wel zin in, maar jullie zijn dan de lul. Oh, maar ik wil echt graag de KFC. We beginnen met de KFC en we gaan nu aan het rad draaien. Wie is linkse rakker? Mensen, abonneer voor de dieren. Jullie beseffen niet hoe belangrijk dit moment is. Want we gaan naar de KFC en degene, de naam die er nu uitkomt. De naam die er nu uitkomt, die mag eten. Die moet eten wat er zo meteen besteld wordt. Maar dit is altijd leuk, want nu hebben we nog allemaal honger. Ja! Nee! Yes! Nou, laten we lekker gaan dan. En zo gingen we naar de eerste drive van de dag, de KFC. En we gaan erachter komen wat Koen zijn maaltijd wordt voor deze hele middag. Hai, goeiedag. Mogen wij precies wat de vorige klant heeft genomen, alsjeblieft? Oh, popcorn. Oh, nou, dan prima. Ja, dan wel. KFC voor een popcorn. Nee, maar het is wel kip, hè. Oh. Ik weet het ook niet. Vind je het wel goor, vind je het wel weinig? Nee, het is wel lekker, maar het is echt weinig. Ik zou ook niet weten wanneer wat ik hier zou moeten bestellen. Want ja, als ik popcorn zie, dan denk ik aan popcorn, aangezien dat popcorn is. Dus op zich is dat een hele rare gedachte. Oh, het is echt heel weinig. Ja, ja. Oh, zou je hem hebben? Jouw eten voor vandaag. Diegene had echt geen trek, hè. Ga even lekker voor een vlog. Oh. Maar Koen, jongen, laat het je smaken. Hè? Oh. Laat je vooral smaken. Oh. De saus bij. Nee. Diegene hier ook niet van saus. Hé, maar even luister. Luister, Skierenpeter. Terwijl ik hier mijn mooiste bank zit, zult alle tijd aan het maken. Hé, Skierenpeter die net genoeg geld had voor alleen dit. Maar ben lekker SP's hebben, hè? Of had gewoon lekker stevige lunch. Zet ik even een popcornje, even snel. Ik heb eigenlijk al eens in de volgende. Eerst even Mackie. Mackie. Gaan we het nu draaien? Dan pakken we het rad weer bij. Wie heeft er honger een beetje? Ik heb honger. Absoluut. Ik heb heel erg zin in een popcorn. Oh, het is Milo. Ja. Het is die Milo. Gewoon een minuutje, gewoon lekker frietje, burgertje. Ja, en wanneer Milo zijn lekkere trek net op gang begint te komen. Kan ik er nou een vogel op die rij? Ja. Wat een mogol. Lekker Milo. Wat heb je nou gedaan? Oh, nu is het nog vers. Hij zit nu wel volledig die kwak eenmaal in je ruit te wisselen. Zo, maar die zitten hier. Oh, zit er veel meer in. Ja, ja. Het is een hele familie. Ben je blij? Ik heb zin in lekker veel. Ik wil niet te weinig. Je krijgt wel een Happy Meal nu, hè? Ik was in eerste instantie was ik best wel blij. Ik dacht, oh, dan is het tenminste lekker veel. Dan heb ik niet dat ik zo'n popcornje krijg. Maar als dit gewoon meteen vier van die menu's zijn, dan heb ik toch. Als Milo niet opkrijgt, moet hij uit de auto. Is hij gewoon de auto van zijn pa kwijt aan ons? Dat zou dan schitterend zijn. Dan mag er niemand rijden. Ja, dan staan we jammer stil. Maar dat is heel raar dat je onder je naam rijdt, want wij kunnen allemaal beter rijden dan jij. Besef dus dat Hans denkt dat er al homo. Wat had hij nou gezegd? Nee, hij dacht dat ik homo was. Ja. Misschien omdat de partij. Ik hou me nog in. Kunt u van mij vertellen wat de personen voor ons hebben besteld? Ik weet het niet, meneer. De laatste die u kunt zien? De laatste bestelling die u kunt zien in het systeem? De laatste is een chili chicken en een frappé mocha chocola. Perfect, dat graag. Dit is even een grote win, dit hè? Ja, dankjewel. Mijn bestelling is dus dit ding, wat ik voor het eerst in mijn leven zie dat ze dit hebben. Zo, jij kan echt goed pijpen. Mila, past dat helemaal in? Dit is niet eens in een bakje, dit is zo pauperig dat het gewoon zo, in zo'n... Zo, minder dan mijne. Dit is niks hoor, maar je hebt wel die suiker. Ja, dit scheelt wel, dit scheelt wel. Pas denk je die chili chicken in één keer in mond? Nee, maar ik ga ervan genieten. Nee. Ja, je moet die slag nog moet je choepen, toch? Mag ik dat zelf bepalen? Die chili chicken ga ik dus van genieten. Pak ik ook gewoon mijn rust. Ik zie geen enkele reden om dit heel snel te doen. Boe. Nou, lekker. Milo is vervangbaar. Milo is overrated. Hij stond niet eens de brood in één keer in zijn mond. Nu ik Milo's dus die eten, heb ik wel echt honger. Zullen wij weer een klein ratje draaien? Maar waar gaan we nu naartoe? Ik zeg de Hollywood Drive-In. De Hollywood Drive-In? Wat hebben ze daarvoor? Wat is dat voor iets? Amerikaanse zooi. Je hebt wel Amerikaanse dingen. Mag ik zeggen dat alles wat daar op dat bord stond, zoals een lekkere peppersteak sandwich, dat ik dat wel akelig lekker vond. Nou, dan gaan we naar de Hollywood Drive. Ik heb geen idee wat het is, maar ik hoop eigenlijk wel dat ik het bel. Ik heb een restaurant, denk ik. Er zijn nog drie mensen op, Rob, Roe en ik. Dan gaat hij draaien en dan gaat hij draaien. Dan gaat hij draaien en Ja, Matty! Ik wil gewoon Mackie, man! Ik ben Matty, ik heb veel abonnees, ik vind alles vervelend. Jij hebt ook veel abonnees. Ja, klopt. Maar sowieso, niemand bestelt daar weinig, dus ik krijg wel wat te choppen. Let's go! Ja, en toen gingen we dus naar de Hollywood Drive. Dat is eigenlijk meer een soort eetcafé dan een fastfoodketen. Dus de kans op lekker en veel eten werd hierdoor wel groter. Stel, ik krijg zoveel, willen jullie dan wat van mij hebben? Ja, tuurlijk. Ja, ik lust wel wat. Maar dan mag ik dus sowieso wel in de auto blijven. Hebben jullie liever dat ik eruit moet? Nee, ik heb liever lekker eten. En liever mijn aanwezigheid ook?
Nou, ik heb heel erg aanwezig, want jij hebt veel subs. Jij ook. En een Wikipedia. Lekker man. Oh, dit is een flink groot menu. Beef sandwich, chicken piri-piri sandwich, chicken Philly sandwich, crispy chicken sandwich, Hollywood burger, mac and cheese. Jij kan hier behoorlijk de lul zijn. Ik kan hier behoorlijk de lul zijn, ja. Een double decker donut. Lekker. Hij zit hier nog met dat zielige doosje hier. Ja, mijn doosje. Zo weinig. Ik mis het lekker. We genieten van het chocolaatje daar. En je moet die slagroom choepen met dat dingetje, jongen. Maat, mag ik dat alsjeblieft zelf weten? Maar wat ga je met die slagroom? Hij moet dan op het einde. Alles moet je eruit. Hij is zonde. Bij mij het lekkers voor het laatst. Ga je mezelf me insmeren. Dat mag dus niet, maar je moet opeten. Dit is wat mijn auto is, jongen. Anders dan was het op je heen gegaan. Dat is een mopje, kom. Het is links. Oh. Even lekker op hier allemaal. We doen een soort interview. En mensen. Je fuck niet. Ah, dat is mijn microfoon. Dit is een soort corona. Hallo. Idioot. Hallo. Voor de mensen die het niet begrepen hadden, ik wil eigenlijk even zeggen, abonneer op het Bangzitten kanaal, want we gaan super hard. Zit er nog wat in dat doosje misschien? Even kijken, hallo, zit er wat in? Oh, kijk nou! Hey joh, abonneer even. Oh mijn god. Hey joh, abonneer even. Hallo, duurt lang! En dan verstoppen. Ik ben Raoul en het duurt lang! Maar pak het even een lekkere chicken corn. Oké. Wij willen graag hetzelfde als wat die mensen in die Seat hadden. Jullie doen een paar lessen na, denk ik. Ja, klopt, we zijn niet origineel. Zal ik een bondje pakken? Kut! Het wordt 52,45. Oh, what the fuck? Er zit gewoon wat in! Zit er saus in? Even nu voor de recap. Ik moet dus voor 52 euro aan eten gaan opeten. Nee, dat is niet waar. Misschien is er ook de gink erbij. Ja, en toen was het eten eindelijk daar. En ik moet zeggen, dat was niet mis. Oh, joh! Oh, dat ziet er wel aardig uit, hoor. Zo. Het is Oreo. Ja, let's go! Ik ga chappen, jongen. Oh! Wat is dit allemaal? Dit is lekker, zeg. Oh, wat een, dit is zoveel suiker. Bro, wat een mirene vogels, man. Wat is dit? Let op, wat hier op die bon staat. Zal ik het voorlezen, ja, dan? Je hebt dus nachos, die bacon cheese fries, een heel steekgerecht, met alles qua drinken, dingen erbij en drinken erbij. Euro, hè? En dan nog vijf van dit soort dingen. Omdat ik zoveel van jullie hou, gaan we gewoon samen dit opeten. Maar ik wil wel kiezen wat ik mag. Wij zijn samen één. Iedereen gelijk. Zo, een meringrandje. Speel je op mijn kosten. Hey, Ferry. Report Ferry, heus allemaal bezig. Nee. Iedereen die dit leest, krijgt een gratis speeltje van Ferry. Goh. Nou, deze wil ik wel. Zo. Oh, god. Opeens het als een bakkie. Tering, wat lekker zeg. Ja, dit was wel vrij veel eten. En dus besloten we het lekker samen als echte vrienden op te eten. Nou, Milo, hij glijdt het toch aardig in, hè? Die, Nou, ik moet zeggen, nou, ga nou een moeite krijgen. Waar zit je nu bij de pannenkoeken? Ja, nee, ik heb, ja, alles geleidelijk. Ja, maar Milo, voor ons is er geen probleem, aangezien wij hoeven hier nou niet te eten. Ik eet gewoon tot ik geen zin meer heb. Ja, dus Roel, je krijgt dus zo'n salade met 800 kilocalorieën. Ik krijg zo'n vieze, smerige, dubbele griepwopper. Lekker. Hallo, ik ben Mattie. Alle vrouwen zijn verliefd op me. Is dat zo? Ja. Mensen, we hebben lekker gegeten. Nou, eigenlijk, jij hebt alles opgegeten hier. Ja, goed gedaan, man. Maar ik moet zeggen, lekker. We gaan nu door naar de volgende kijkertjes. We gaan nu door naar de volgende kijkertjes. Zodat je dan weer een paar van die kijkers van ons gaat aanranden of zo. Oh, zin in. We gaan nu door naar de volgende toko. En we hebben nog een paar adresjes. En voor nu gaan we naar de Burger King. Een van de favoriete restaurants van Roel. Dus ik hoop eigenlijk dat we Roel gaan draaien aan het rad. En we krijgen... Ja! Dus dat betekent meteen dat ik Mackie ga klappen. Ja. Nou, kom maar op met die dubbele griepwopper. Ik zit trouwens in midden, die mensen denken waarom. Ik heb een harde kont. Een hele harde kont. En een grote balzak. En een grote balzak. Is die balzak niet hard nu? Die zit toch altijd zacht. Jij zit toch altijd. Dat ontploft zo'n ding ook als je erop gaat zitten dan. En ben je nooit bang dat hij dan zo. Ja. Helaas, jongen, ik ging zitten op mijn balzak. Nee. Nou, dan denk je dat je dood gaat worden. Ik heb soms dat ik. Dan ga je op het toilet zitten en dan doe je piemel, weet je wel. Zodat je gaat zitten en dan. Maar dan ga je er per ongeluk op zitten en dan doe je hem onder je benen. Goed verhaal. Hebben jullie ook zo'n trek gekregen van deze video? Like dan even en abonneer! Hoi, goeiedag. Mag ik precies hetzelfde wat de vorige heeft besteld? Nee, ik wil gewoon exact hetzelfde als wat de vorige auto heeft besteld. Menu of alleen de burger? Ik wil gewoon exact dezelfde bestelling als zij hadden. Als zij het menu hadden, willen wij het ook. Als zij het niet hadden, willen wij het niet. Totaal 0 euro. Bedankt voor uw bestelling. Nou. Volgens mij hebben we gewoon de bestelling van de mensen achter ons of zo gekregen, want wij hadden geen bestelling volgens mij. 15? Er zit er maar één ding in. Ja? 5 euro. Ja, een wopper! Een wopper! Oh nee, een beker niet. Het was 5,45 euro. Zit er een bonnetje bij? 5,45. Gadverdamme. Ja, je hebt maar één broodje besteld. Ik bedoel, de voorgangers van ons hebben maar één broodje besteld. Er gebeurt helemaal niks in. Zullen ze gewoon 10 Big Macs bestellen? Dat is vaak wel content, hè? Maar smaakt het? Ja, nee. Dat is Burger King. Ik denk dat... Beroerte. Ik denk dat als we echt willen groeien, dat we een zesde persoon een vrouw nodig hebben. Maar wel een lekkere, hè? We niet zo'n lelijke, hebben we niet zo. Nee, een lelijke. Er zijn veel meer lelijke vrouwen in Nederland dan mooi. Er is namelijk maar één mooie vrouw, en dat is mijn vriendin. En je moeder ook. En het zusje van Milo. Abonneren. Kijk eens, we gaan nu door naar de volgende restaurant. Mag ik nog een review geven van de Whopper? Nee.
Poesignaal. Hongaal. Ik heb lekkere melk voor jou. Yeah. Dit is een koen op Omegle. Zullen we even Poesignaal naar onze beurt zin? En degene die als eerste opfuckt, die moet straks een extra Big Mac bestellen. Poesignaal. Kom eens gauw. Ik heb lekkere melk voor jou. En voor mij. Rijst de brei. Oh, wat lekker smullen wij. Althans, vooral Rob, want het is natuurlijk tijd voor zijn bestelling bij de Mac. Ik heb echt zin in mijn bestelling. Jij hebt wel echt honger, man. Oh mijn god. Ze gaat echt voor de hele zaak. High back. Oh mijn god. 47,75. Ja, de lul, Rob. Mogen wij precies wat de auto voor ons heeft besteld? Ik kan niet zien, want mijn collega heeft dan anders dan open naar mij en dan andere kant. Mogen we dan gewoon het laatste wat jij in je systeem hebt? Twee met chicken, met croquet, twee hebben. Ja, dat is goed, dat is goed. Ja. Helemaal goed, heerlijk. Je kan ook iets anders stellen als je lekker vindt. Nee. Dus je wilt ook drie aardbeien. Zeker, zeker. Zeker! Vijf milkshakes aardbeien, inderdaad. Stoeprandje. Oh nee, dit is... Nog een stoeprandje. Wat is dit? Ja! Milo, vraag het om je gratis, man. Of zou hij jou niet kennen? Jij was het heel leuk zelf. We hebben de bestelling van de auto voor ons. Iets met allemaal 650 milkshakes. Weet je zeker, meneer? Ja, 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 ja. Waar heb je het zo makkelijk? Mogen we de prijs al weten? 47. Oh, perfect. Daar praten we over. Doe maar twee keer. Nee. Het is binnen. Wow, ik heb echt dorst. Heb je verschrikkelijke dorst? Nee, je krijgt niks. Mensen, weet je aan, even naar huis rijden en dan gaan we daar allemaal oppeuzelen. Dat doen we voor leuk. Zo, ik zie hier trouwens al één ding waar ik heel erg veel zin in heb. Normaal voor de vriendinnen van Koen, maar oké. Okay. Maar wat is dit? Dat is een kinderfeest voor ons. Een macroketje. Oh, lekker. Twee medium friet, denk ik. Maar die zit natuurlijk ook nog. Hier zit ook allemaal friet in, hè? Drie little milkshakes. En twee medium milkshakes. Volgens mij allemaal aardbei. Maar dan ga ik even voor je kijken. Aardbei. Ik begin met de macroket. Wat willen jullie? Zouden jullie erop? Jij gaat eten, wij gaan weg. Ja, doei hoor. Wat was dit een fantastisch leuke video. Ik heb echt... Nee, we moeten even eerlijk, ik moet even vragen of mensen willen abonneren. Mensen, push je mouw, kom eens gauw. Ik kom klaar in je mouw. Ik wil je bedanken voor het kijken. Hey, super Mac eten. Je hebt zo'n open kans om te zeggen, ik kom klaar in je vrouw. Zeg je in je mouw. Nou. Goed, dankjewel. Nou, je hebt weer genoten van Koen. Bedankt voor het kijken. Doei. Koen, doe anders nog even iets leuks. Heb je niet gedaan deze video? Wil je ook een hondje aan doen? Wacht.